Met Barbara van All One en mijn fantastische vrijwilliger Enya van Vrijwilligcentrale, die ook met ons meewerkt. En wij willen jullie laten zien dat het echt super tof is om online te werken en dat het echt grote voordelen heeft. Ik werk al jaren online omdat ik met meerdere mensen uit het land werk. Dus dan kunnen we gewoon urenlang kunnen we samenwerken met het beeld aan. Dus dit beeld. Met of zonder geluid. Andere voordelen, zeker sinds de COVID, heb ik heel veel mensen uit de hele wereld ontmoet. Omdat veel mensen nu dingen online doen. Dus dat betekent dat ik echt allerlei mensen ontmoet uit verschillende branches en sectoren. Dus ook echt verschillende dingen die ik in eerste instantie niet zou hebben ontmoet. Dus niet alleen de mensen, maar ook de kennis en de wijsheden van die mensen. Die krijg ik ook gewoon binnen via online. Het is beter voor het milieu sowieso. Dus minder files, minder verplaatsing van mensen. Het is ook als je een ruimte moet huren voor heel veel mensen. Dat hoeft ook niet meer. Je kan ter plekke, kan je eigenlijk als de andere ook beschikbaar is, kan je meteen al online aan het werk. Op ieder moment dus, dat vind ik heel erg tof. En Enya gaat nu ook even een paar voordelen noemen die zij heeft als vrijwilliger. En überhaupt gewoon van het online kunnen werken met elkaar. Ja. Ja, ik zocht een vrijwilligersbaantje in tijden van COVID en dat is ingewikkeld. Maar Barbara is gelukkig al online gestart. Dus wij hebben onze kennismaking via videobellen gedaan. En voor mij werkte dat onwijs goed, omdat ik ben nu nog aan het reïntegreren. Dus mijn energie gaat niet zo lang mee. En een afspraak van een uur is dan wel genoeg. Als ik er dan ook nog naartoe en weer naar huis moet, is dat gewoon veel. Dus dit werkt voor mij ideaal. En we zijn nu samen een aanvraag aan het schrijven. Dat doen we ook veel digitaal. En ik kan dan hier, als ik aan het videobellen ben, hier zo mijn scherm delen. En dan heb ik zo, hoppakee, een Word-document open waar we samen in aan het werk zijn. En als het goed is, kan Barbara die nu ook zien. Yep. En die kan dan gewoon aan mij aanwijzen, doe daar iets aanpassen, dan typ ik iets. Dan kunnen we allebei zien of dat wel of niet goed wordt. En dit werkt echt ook nog veel fijner samen dan wanneer je met z'n tweeën achter een beeldscherm om de muis zit te stoeien. Dus ik vind het een goede ervaring zo. Kom eens terug bij ons. En ja, ik wil je mooie, ja, mooie gezicht ik zien. Ik ben weer terug bij jullie. Jullie nog niet bij mij? Nee. Delen beëindigen. Hier ben Top. Ik weer. Anders denken de mensen dat het toch fout gaat met online. Dat willen we niet hebben. Nee, je komt er altijd wel weer uit. Ja, dus echt voordelen ten over voor online werken. Dus ik zou zeggen, probeer het allemaal. En bij mensen bij de vrijwilligerscentrale, die willen jullie met alle liefde gewoon helpen om daar nog beter mee om te kunnen gaan. En ik zou zeggen, doen.